Marktcommentaar van zondag 31 januari. Het is nu 10 uur in de ochtend. En er is eindelijk wat interessants gebeurd. Dus we gaan heel snel naar de markten kijken. Jullie zien hier links de Dow op dagbasis en rechts op weekbasis. En als je de vorige vlog nog eventjes terughaalt in het geheugen, dan weet je dat we een aantal referentieniveaus hadden bepaald. En dat we eigenlijk hebben gezegd, zolang we daar boven zitten, boven die referentieniveaus, is die trend gewoon intact. En we willen een duidelijk, een soort gewelddadige beweging hebben onder die niveaus. Nou, kijk even met me mee. Dit is de daggrafiek links. En hier zien we het eerste referentieniveau dat ik had aangegeven. Die lijn is een beetje dik. Pak hem even deze. Dit is het eerste niveau. Kijk, rond die 30.000, nou 600 zo'n beetje. Dit was zeg maar het uitbraakpunt hier. En hadden we hier een eerste test. We hadden hier nog een en 1, 2, 3, 4, 5. Dit is maandag. Kijk, dit is maandag. Maandag gingen we dit niveau even testen. Zie je? Toen kwamen we weer terug. En woensdag. Kijk, woensdag. Zo, dan heb ik het gewist. Even weer terug. Eventjes hier. Zo. En woensdag gingen we daar hieronder sluiten. En wel heel overtuigend. Nou, en je ziet dus ook die bar. Kijk, deze bar. Dit is een solide rode bar. En het is niet de kleinste bar. Als we even teruggaan naar links. Dan is dit volgens mij ook zo'n beetje de grootste bar in de afgelopen weken. De grootste bar aan de dalingskant in ieder geval. En dat betekent dat de verkopers hier heel duidelijk de overhand hebben gehad. Nou, dan krijg je meestal een herstelbeweging. En die kwam ook. Want we hadden hier die groene bar op donderdag. En dat was even heel tricky. Want de Dow ging toen even die hele daling terugpakken intradag, intraday, bijna 2%. En kijk waar die stopte, op de high van de dag ervoor. Nou, noem het toeval of niet, dit zijn belangrijke pivot points in de markt. De high en de low van de dag ervoor, de high en de low van de week, waar grote marktpartijen naar kijken. Dus hier stopte dat herstel en de koers sloot onder het niveau waar we de dag ervoor, onder het referentieniveau waar we ondersloten. Nou, dat is dus het belangrijke signaal. Dus je kon dus op die pullback eigenlijk op je slot hier heel mooi een short positie innemen. Daar had je eigenlijk gewoon de extra bevestiging dat we na het herstel niet in staat waren om weer boven dat referentieniveau hier die lijn te sluiten. Dus dit was het. Dit is het price action niveau wat we eigenlijk zochten voor een short trade. Zeg maar rond 30.400. En daarmee is zeg maar het signaal gegeven voor een beweging richting de steun op weekbasis. Dat is dit niveau. Dus rond die 29.000. En dat zien we dan hier terug in dit niveau. Dus ik ga ervan uit dat de markt aankomende week per saldo nog steeds zwakte zal vertonen. Kijk, want je ziet ook in de weekchart dat dit een overtuigende weekbar is. En dat eigenlijk in combinatie met de fase van de cyclus. Hè? Kijk, we hebben hier dat M-patroon. Denk ik dat wij een top hebben gezet in de lopende weekcyclus. Dat betekent 2, 4, 6, 8, 10. Op de 13e week. Dus nu de 13e week. En ik ga er in principe vanuit dat wij nu in de resterende weken. Je weet niet hoe lang die cyclus gaat duren. Maar minimaal dit niveau gaan afwerken. Misschien zit het wel een beetje mee voor de beren. En gaan we zelfs naar dit niveau. Of we werken zeg maar één van, zeg maar, dit is mijn minimaal target.
dan hebben we hier dat EMA 50 en dan hebben we hier die EMA 200. Nou, ik denk dat dat een beetje te ver is, maar ik kan me voorstellen dat we uiteindelijk ergens hier in deze zone terechtkomen. Die 29.000 is voor mij een minimaal target waar we naartoe gaan en waar ik mijn swing short positie in principe ook wel wil aanhouden. Wat is dan de stop? Nou, wat wil ik eigenlijk niet zien? Ik wil niet meer zien dat we op slotbasis hierboven komen. Kijk, want we hadden donderdag dat herstel van de Dow tot de high van de woensdag. En woensdag was die dag dat we hier onder dat niveau sloten. Dus je wilt natuurlijk niet zien dat het begin van deze impulsbeweging, dat die wordt gebroken op slotbasis. Eigenlijk wil ik al niet meer zien dat wij hierboven komen. Dus eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen, op slotbasis willen we niet dat we boven 30.600 komen. Zolang we daaronder blijven, is eigenlijk elke pullback die we krijgen is interessant. Dus hoe moet je dat nou zien? We hebben zeg maar hier die zone. En stel we krijgen maandag een pullback ergens in deze zone, dan is dat denk ik interessant om alsnog een short positie op te pakken, mocht je die niet hebben. En dan zet je de stop op slotbasis hierboven, boven dit niveau, zeg maar boven 30.600 zo'n beetje. Met dus als minimale target die 29.000 en wat daarna komt, ja dat moeten we dan zien. Ik gaf het al aan, de markt is rijp voor een correctie en ik vind ook te gebeuren rare dingen in de markt. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar dat hele gedoe met GME en AMC. Dit zijn excessen die bij markttoppen voorkomen. Dit soort uitbundig speculatief gedrag. En ook op het moment dat je op het journaal ziet, ik heb het nu op het journaal gezien, op RTL4 journaal, als ze beginnen over short sellers, over de beurs die hard oploopt, dan weet je, er is iets aan de hand. Ergens voelt het heel, heel vreemd. Het is een beetje moeilijk te omschrijven, maar ik denk dat we nu op een punt zitten waar de markt wel eens heel gevoelig kan zijn voor een tik omlaag. Maar goed, even goed, we moeten hier ons plan hebben en het plan heb ik hier geuit. Dus stel dat wij om wat voor reden ook boven die 30.600 zouden sluiten in het Dow, ja, dan moet ik daar gewoon mijn verlies nemen in die short positie. Dat zal dan geen groot verlies zijn, maar het zou even goed zonde zijn, want dit ziet er erg veelbelovend uit voor minimaal dus een daling tot zeg maar die 29.000 en misschien wel meer, misschien wel zeg maar om die 26.000, het zou best kunnen. Kijk, en ook dat, stel we dalen tot dit niveau, of tot die EMA 50, kijk, dat zijn nog steeds hele normale correcties, als achtergrond, zeg maar, deze beweging hier pakt, die we natuurlijk hier hebben gehad. Hè. Dit zijn dalingen van 30-40% van de impulsbeweging. Nou, dat is gewoon heel normaal. Dan is die trend nog steeds opwaarts intact. Dus dit is even het plan voor de Dow en dan gaan we snel door naar de Nasdaq. Oké, dan zien we hier de Nasdaq. Ook die heeft natuurlijk een aardige klapper gemaakt. Bedenken, daar hadden we het ook vorige keer over. Kijk, die groene lijn is die EMA 20 hier en je ziet elke keer, zagen we hier dus een beweging omhoog, hè? Hier. Kijk, elke keer weer. En donderdag, kijk, leek het erop dat we ook hier, kijk, ook hier weer gingen herstellen. En wat is nu anders ten opzichte van de keren daarvoor? Vrijdag gingen we meer, of eigenlijk donderdag, in de loop van de donderdag al, en vrijdag gingen we weer naar beneden. Dus dit EMA 20 leidt nu voor het eerst sinds een aantal maanden geen springplank te zijn voor een beweging naar een nieuwe top. Nou, dat in combinatie met het feit dat we dus hier
nu ook echt onder zijn gekomen, ja, geeft mij eigenlijk aanleiding om te veronderstellen dat wij minimaal in de week dit target hier gaan afwerken. Dus die 12.400, nou, dan hebben we een reactie van minder dan 10%. Ook hier kan het goed zijn dat we uiteindelijk deze zone per saldo nog gaan afwerken. Ook als je kijkt naar de weekcyclus, kijk, de weekcyclus lijkt hier toch nu getopt te zijn. De cyclusindicatoren zijn al beide een eindje aan het dalen. Dus ik heb het sterke vermoeden dat de weekcyclus top nu gezet is. En dat, stel dat we dat krijgen, dat zou een mooie een geluk zijn. Stel we gaan in de Nasdaq nog een keer terug hier tot dit niveau, dat is rond de 13.100. Kijk, dit zou in principe hele mooie shortkansen kunnen opleveren. Waarbij je gewoon ook weer hier de stop dan zet boven dit niveau. Dus een beetje hetzelfde principe als de Dow. Ze lijken ook wat dat betreft op elkaar. Maar ik denk dat we nu het begin hebben van een aardige correctie. En dat het op zich nog niet te laat is om een short trade aan te gaan. Maar dan zou ik het zo doen. Vermits we maandag niet meteen 3% lager openen. Kijk, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar als je er niet in zit en je wilt graag een short positie hebben, dan zou ik niet achter de markt aanlopen. Dan zou ik zeg maar hier een kleine trade innemen en op een eventuele pullback, waar je dan de gemiddelde kostprijs eigenlijk kunt verlagen, dan de positie gaan uitbreiden. Het ergste wat er kan gebeuren is dan dat je hier die short pakt en dat we meteen hier verder naar beneden gaan. Dan heb je een kleine winst, maar dan doe je in ieder geval mee. Want we willen natuurlijk allemaal heel graag, dat wil zeggen iedereen die niet in die short zit, dat we nog een keer hele mooie hertest doen van dat niveau. En misschien komt die ook wel, maar misschien ook niet. Dus ik vind het altijd handig om gewoon in de markt te zitten, maar dan gewoon met een kleine positie die je dan in principe kunt uitbreiden op betere koersniveaus. Dat is eigenlijk het plaatje van de Nasdaq. Ja, het lijkt wat dat betreft een beetje op dat van de Dow. Begin van een correctie, denk ik. Het zou mij zeer verbazen als wij binnenkort echt nieuwe highs gaan maken. Dat lijkt mij niet aannemelijk, gegeven wat we nu hebben gezien. Het is toch een behoorlijk gewelddadige beweging naar beneden. En ik ga er dus ook vanuit dat we aankomende week per saldo dan of een inside bar zetten, die dan de week daarna wordt gevolgd door een nieuwe daling, of dat we inderdaad verder dalen. Het is alleen zaak dat we misschien maandag nog even een klein herstel kunnen krijgen, want dan zou het een mooie kans opleveren om dan van een extra short positie te gaan profiteren. Goed, dan de Russell. Kijk, ook de Russell heeft het eerste niveau gebroken. Kijk, dat zie je hier. En in principe ligt nu voor de korte termijn, is dit zeg maar, dit is zeg maar target. Zeg maar deze swing high, het EMA 50, zeg maar de zone 1960, 2000 zo'n beetje. Ook hier lijkt het er sterk op, hè? Als je hier kijkt rechts naar de weekcyclus, dat we hier nog wat te gaan hebben. Als we even gaan tellen, dan 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Dan is dit al een wat langere cyclus. Maar goed, een cyclus kan misschien nog 2, 3 weken duren. Het zou kunnen. En misschien dat we wel het geluk hebben dat hier nog één dagcyclus achteraan komt. Dat we bijvoorbeeld hier nog één hele zwakke dagcyclus gaan meemaken. Dus hoe zou dat dan er dan uitzien? Stel, we krijgen hier een bodem. En dat we dan nog één dagcyclus maken. Dus één poging omhoog. Maar geen nieuwe high, een lagere high. En dan vervolgens een snelle break van die van deze bodem. Dat zou in principe een hele mooie soort situatie opleveren. Want meestal zie je dat iets grotere correcties,
dat die minimaal twee golven hebben. Dus we hebben zeg maar een top, we hebben een beweging naar beneden, we hebben een herstel en we hebben dan nog een beweging naar beneden. Dus 2, 1, 2, twee impulsbewegingen en ik noem het even een beweging A als pullback. Nou, we zitten nu in de eerste beweging naar beneden en je ziet dat in de weekchart hier, dit lijkt gewoon nog niet af te zijn. Er is qua indicatoren is de ruimte. Qua prijs is er ook nog ruimte. Kijk, want we zitten nog steeds behoorlijk ver boven al die voortschrijdende middelen. Dus er ligt nog in principe ruimte genoeg. Zodat zeg maar dit patroon hier, wat ik hier heb ingetekend, dat dit in de komende weken in principe gewoon haalbaar is. En dat betekent dus, stel dat je nu die short trade mist, dat je gewoon niet in zit en je komt daar niet in. Even geduld, kijken wat we in dan. Daar komt op een bepaald moment een herstel. Wat we in het herstel daarna gaan doen, als die weekcyclus dan nog niet af is, dan is het heel goed mogelijk dat we nog een vrij zwakke, misschien korte dagcyclus krijgen van een 3 weken of zo, 15 bars. En dat we daar dan vrij agressief kunnen shorten. Dus er is nog van alles en nog wat mogelijk. Maar deze beweging, 1, 2, 3, twee impulsbewegingen naar beneden, één correctieve beweging omhoog. Dat zien we dus heel vaak bij weekcyclusdalingen. Kijk, en dat zag je hier bijvoorbeeld ook. Hè? Hier, dit is in september, zag je ook die beweging. Dat kan ik jullie even laten zien. September. Kijk, dit is wat ik bedoel. Beweging naar beneden, omhoog, naar beneden. Zie je? En dat zien we dus, dat is deze beweging. En dat was dus ook deze weekcyclusbodem. Hier, dit is dus die weekcyclusbodem. En wat we dus nu hebben is de eerste beweging naar beneden. Op een bepaald moment komt er waarschijnlijk een tegenbeweging. En die is meestal wat makkelijker te shorten dan deze eerste beweging. Dus interessant ook voor de komende weken. Eindelijk eens een keer wat bewegelijkheid erin. En ook eindelijk weer eens kansen voor shortsellers. Dus hier is de zaak gewoon om de koersen even goed van dag tot dag te volgen. Kijk, en dat zien we natuurlijk ook terug in de fix. Hè, want ik gaf jullie aan vorige week. Ik wil dat die fix, die moet hier gewoon eens uitbreken. En hij moet dan niet meteen weer in elkaar ploffen, imploderen. Nou, kijk eens even hier naar die fix. Zo, wat een beweging. En op weekbasis, kijk. Eindelijk eens een keer ook een slot op weekbasis echt beduidend hoger. En je ziet hier, want we hebben daar vaak over gehad, waarom staat die fix hier op een relatief hoog niveau ten opzichte van dit niveau, terwijl de markten op een all-time high staan. Er is iets ergens in de markt, een soort, ja, er borrelt iets, toch een bepaalde onderhuidse angst. Ja, en je ziet dat toch vrij snel hier kan exploderen. We zien het nog niet zozeer aan de koersen van de indices, die zijn nog niet dramatisch lager. Maar die fix die geeft toch wat behoorlijke explosie van angst aan. Je ziet natuurlijk ook hier meteen daarop volgend dat die fix weer flink omlaag gaat. Maar ik vind het een heel interessant teken dat we op weekbasis hier nu hier uitgebroken zijn. Nogmaals, dit is geen garantie, want kijk, je zag ook hier een uitbraak, je zag ook hier een uitbraak. En toen was het ook meteen over. Maar dat in combinatie met die weekcyclusstop. Hè, en zeg maar die beweging. Dat drie patroons. Of drie stap. Twee naar beneden, één omhoog. Denk ik dat die fix nog wel eventjes. Dat we zeg maar een beetje zo dit patroon kunnen zien. De komende weken. En dat we nog wel een fix zien die wat hoger komt. Dus dit verhaal ondersteunt eigenlijk het idee. Dat wij... Ja, dat wij een weekcyclus stopgezet hebben en dat de komende 3, 4 weken in ieder geval dat wij op sterke dagen, overtuigende updagen, dat we dan meer aan de shortkant moeten gaan zitten in plaats van elke keer aan de longkant zitten op zwakke dagen.
Dit is dan de DAX. Kijk, en daar hadden we, als jullie het nog weten, vorige week ook al gekeken naar die zware weerstandszone in de week. En toen had ik jullie verteld, we zijn in de week nog niet uitgebroken. 1 bar is nog niet genoeg om zo'n break te forceren. Kijk, en het lijkt er nu op. Kijk, dit is hier die poging. En we zien hier nu, ik maak het even ietsje groter. Dus deze bar is, zeg maar, die poging om uit te breken. Dan krijg je een beweging terug. En dit is een kleine groene bar. Een soort inside bar. En die werd dus deze week overtuigend gebroken. Dus het lijkt erop dat die poging om eigenlijk die multi-year high uit te breken, dat die volgens nog is mislukt. En als, tenzij we nu hier boven komen, dus eigenlijk is het referentiepunt, zeg maar, wat we niet willen dat we daarboven sluiten, zo'n beetje 14.000, dan heb ik eigenlijk als target voor de komende week in de DAX dit niveau. Rond die 11.600. Deze beide swing lows, zeg maar. Ook hier zien we in de dag. Kijk, in de dag zien we hier. Dit was het kritieke niveau, hè, 13.600 zo'n beetje. Daar zijn we woensdag ondergesloten. Kijk. En donderdag probeerden we even terug te komen. Kijk, dat kan, hè. En een referentieniveau is geen exact niveau. Het is meer een soort zone. En het gaat dan ook altijd om het slot. Kijk, en je ziet, we sloten er minimaal, of we sloten er eigenlijk op. En dan gaat het erom, op het moment dat je zeg maar zo'n niveau hebt, je komt eronder, je herstelt en je sluit er zeg maar minimaal boven, dat je niet de dag daarna voortzetting geeft aan die beweging. Nou, dat zagen we vrijdag, meteen bij de opening werd er verkocht en we sloten er duidelijk weer onder. Nou, voor mij een teken dat wij nu voor de het eerstkomende station, zeg maar, is het niveau, zeg maar, rond die 13.000 plus minus. En dan hebben we nog, even een beetje inzoomen. Kijk, dan hebben we eigenlijk dit niveau. Dus dit is eigenlijk de eerstkomende zone die ik hier markeer. En dat ligt dus, zeg maar, rond hier in de week. En het kan dus ook heel goed zijn, hè, dat we dan hier dan even opveren. En dat we dan inderdaad ook die zwakke dagcyclus laten zien. Om dan vervolgens verder te dalen. Want kijk, dit is de weekcyclusbodem. We tellen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 weken. Nou, 13 weken. Dus dit is, zeg maar, waar we nu staan. Even, zeg maar, 13 hier. En als we even uitgaan van, laten we zeggen, gemiddeld 20, dat betekent dus nog 7 weken. Nou, daar past in ieder geval 1 dagcyclus in. 1 dagcyclus is, zeg maar, 20 handelsdagen, dat is 4 weken. Nou, met 4 weken dan zou je, zeg maar, op bar nummer 17 zitten voor een bodem. En dat past perfect. En dus eigenlijk is het scenario, we gaan nog wat lager, we testen vervolgens deze zone. We veren op, zetten dus hier, zeg maar, een bodem neer, veren op in de laatste dagcyclus van die week, maken een lagere low, sorry, lagere high en gaan dan naar beneden naar dit niveau. Hè. Dus ik teken het even in, zo. En dan heb je ook weer dat 1, 2, 3 patroon naar beneden, die golven. En ook hier weer, dit is de beweging geweest van die vorige weekcyclus. Kijk, en daar hadden we hetzelfde patroon. Zie je? Hadden we hetzelfde patroon ook hier naar beneden. Wacht, ik zal het jullie even wat beter laten zien. Kijk, hier zie je het wat beter. Dus dit was het patroon of het einde van de cyclus waar we denk ik nu weer in zitten. Zo. En dat zie je hier. Dus we hebben nou deze daling. Op een bepaald moment komt die daling tot een eind. Dan gaan we omhoog. En dan gaan we weer omlaag. En dit was weer één dagcyclus. Nou, en dat verwacht ik dus niet. In principe ergens weer.
Dus ik denk dat het patroon heel duidelijk is. En waar moeten we dus nu op letten? Eigenlijk op twee dingen. Als je dus short zit, dan wil je die short positie natuurlijk even maximaliseren. En je wilt ook een referentiepunt hebben waar die niet boven mag komen. Dus voor de Amerikaanse beurs heb ik dat al gegeven. Voor de DAX willen we eigenlijk niet dat we zeg maar boven 13.600 zo'n beetje sluiten op dagbasis. Dat wil zeggen, kijk, stel je sluit en net als woensdag, sorry, donderdag en net tegenaan, dan geef je het nog even een paar uur voor de dag daarna. Maar in principe wil je niet dat we er overtuigend boven sluiten, zo moet ik het zeggen. En dan ligt je eerste zone, ligt zeg maar hier, waar je winst kunt nemen. Niet op alles, een deel laat je staan. Op het moment dat dan duidelijk is dat die dagcyclusbodem gezet is, dan stap je uit die long. En dan gaan we ons focussen op de volgende short, op die lagere top. En vervolgens op de beweging naar beneden. En die tweede beweging naar beneden, die wordt dan interessanter, want die is makkelijker te traden. En die zal ook wat agressiever zijn. Waarom zal die agressiever zijn? Dan is voor de meeste mensen nu duidelijk dat deze buying the dips verhaal hier, dat gewoon niet meer werkt. Want we hebben dan een lagere dip gehad, we hebben een lagere high gehad. Dus dan hebben de verkopers het echt overgenomen. En dan zul je zien dat dalingen ook een stuk agressiever zijn, een stuk groter zijn, een stuk sneller gaan. En daar valt in principe het grote geld te verdienen. Dus er komen hele interessante weken aan, denk ik. Het gaat erom dat we nu even het plan uitvoeren. En ik heb het plan hier even aangegeven. Let op, de markt kan altijd iets anders doen dan het plan. Maar het plan is zodat we weten wat we moeten doen als de markt dit of dat doet. Zodat we ons kunnen herpositioneren. Dus we hebben in ons plan het niveau waar we winst willen nemen. We hebben het plan waar we short kunnen gaan als je nog niet short zit. En we hebben het plan waar we verlies nemen mocht het allemaal de andere kant op gaan. Nou, en meer kunnen we op dit moment gewoon even niet doen. Goed, dan tenslotte het goud. Oh, lastig, 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 lastig. Want kijk even, 1, 2, 3, 4, 5. Dit is wat in de laatste week gebeurt. Range van 13, 1830 tot naar 1875, zeg maar. Nou, dat valt op zich wel mee. Is 2%. Hè. Je ziet geen overtuigend rare weekcandle. Maar wat je wel ziet is vrijdag. Kijk, gingen we heel overtuigend omhoog. Leken we hier dus gewoon uit te breken. Hè. Dus dit lijkt een soort eerste hoge bodem te zijn. Dus dit is de bodem en dus de eerste hoge bodem. En dacht ik, nou, dan gaan we hier nu uitbreken. En dan is dit het volgende target. En dan zie je dat we vrijdag in de loop van de tijd, van de dag, toch weer aardig wat winst prijsgeven. En dat zag je ook bij het zilver. En bij het zilver heb je een beetje zelf discussie. En net als met die kleine aandelen, dat zilver misschien door grote marktpartijen omlaag wordt gehouden. En dat op een bepaald moment er echt een soort mega short squeeze gaat ontstaan. Dus ook hier zie je bij die edelmetalen en met name bij het zilver, iets minder bij het goud, zie je dat het ook een beetje gaat borrelen. Maar goed, dat zijn de fundamentals. Wij kijken vooral hoe zien we dat dan terug in de chart. En zoals gezegd, we hebben voorlopig deze grote dalingsbar, die is eigenlijk nu afgewend. Want we hebben hier nu afstand genomen qua tijd. We hebben hier een duidelijke bodembar gezet. We hebben voorlopig een eerste hogere bodem gezet. En dat betekent eigenlijk, en dat is hetzelfde verhaal als vorige week, als we hier op slotbasis boven blijven, dus zeg maar boven 1820, 1825 zo'n beetje, dan als je long zit, dan blijf je gewoon long zitten. En daar ligt het niveau voor mij. Om te zeggen, ja, dat is een beetje de scheidslijn tussen long blijven of neutraal. Neutraal, dan wil ik in ieder geval zien dat we misschien hier ergens in deze range weer een nieuwe bodem gaan zetten. Maar vooralsnog is het beeld
Nou, gematigd positief. Meer dan dat kan ik ook niet van maken. Wat je natuurlijk het liefste wilt, is volgende week gewoon hier een uitbraak. Tot nieuwe high, zodat dat deze tussenliggende high definitief achter ons wordt gelaten. Maar zolang we dus hierboven blijven, zeg maar boven deze zone, is het oké. Okay. Maar ik kan niet zeggen dat ik nou heel erg enthousiast word van deze chart. Dus als je zegt, ja, moet ik hier naar long of short, want ik heb niks. Nou, dan zou ik zeggen, wacht maar gewoon even af, totdat we echt hier een duidelijke impuls omhoog zetten en dat niveau gaan uitbreken. Goed, ik heb nog even een aankondiging. Ik ga dat ook nog even formeel maken met een kleine presentatie volgende week, maar de volgende cursusdatum is al bekend van de driedaagse tradingcursus, die ik dus ook weer online ga geven. En dat is op 26, 27 en 28 maart aanstaande, dus vrijdag, zaterdag, zondag. Dat is dus een online cursus. Waar ik dus de hele methode laat zien, vooral gebaseerd is op enerzijds cyclus, maar met name dus ook die price action, die ontzettend belangrijk is, leg ik jullie allemaal uit. De recording ontvang je daar, dus dat is bijna 20 uur aan recording. Je ontvangt ook de recording van de cursus daarvoor, van november, omdat ik altijd wat andere accenten leg. Je krijgt het cursusmateriaal, het boek, de presentatiesheets, allerlei bestanden. Enfin, ik ga daar nog een formele aankondiging van maken, maar dan heb je de datum al vast. En als je op mijn website onder cursus kun je alles nog een keer nalezen. En dan kun je ook aangeven dat je interesse hebt in de cursus. En dan kunnen we een en ander verder afhandelen. Dus 26, 27 en 28 maart aanstaande is de driedaagse tradingcursus weer. Goed, wens ik jullie voor nu nog een hele fijne zondag, een hele goede tradingweek en wij zien elkaar dan aankomend weekend weer terug. Tot dan.